Mijn naam is Jasper Blokskes en ik ben weer eens op reis geweest met school naar Praag deze keer. En ja, wat had je nu gedacht? Ik ben dan natuurlijk Lego gaan kopen, hè? Dus. Oké, dit heb ik meegebracht. Ja, het lijkt nu gewoon een zak, maar er zit Lego in. Ja, ik ben dus naar drie verschillende winkels geweest, of ja, meerdere in totaal, voor Lego te kopen, dus drie verschillende. Ik ben naar een Hamleys geweest, waar ik een polybag heb meegebracht van de soldaat. Voor degenen die Hamleys niet kennen, dat is een hele grote speelgoedwinkel. En die, vooral in Londen, daar is het een super grote. Dan ben ik ook naar een gewone speelgoedwinkel geweest. Daar heb ik deze Creator 3-in-1 draak gekocht, ja. En hij heeft me ook een boekje meegebracht met Tsjechisch. En dit hier, dat zijn vier zelfs. De blauwe, de rode, de zwarte en de witte hoofdband van de ninjas van Ninjago. En uiteindelijk ben ik ook nog naar een Lego winkel geweest. Geen officiële, maar door Lego fans zelf uitgebracht. En daar heb ik mij een potje gevuld. Maar de potjes verkochten ze niet. Ze deden de blokjes zo in zakjes, dat ze konden wegen. En daar heb ik mij een paar blokjes gekocht. Dus ik zal eens laten zien wat er nu allemaal in die blok, tussen die blokjes in zit. Zo, we zullen eens leeggieten wat er allemaal in zit. Hoppakee. Zoals je al ziet om te beginnen, heel veel van deze glazen blokjes, doorzichtige, een leuk groen geprint gezichtje, nog een geprint blokje van, ik geloof van racers vroeger, ja, het zag er me interessant uit, dus ik had het mee meegebracht, hè. Dan nog een voorkant van een auto, ook een mooie print. En dan nog een voorkant van een oude auto. Dat is ook leuk. En dan heb ik nog een paar van deze groene 1x2 dakpannetjes gekocht. Om te gebruiken bij mijn kasteel waarschijnlijk, voor het gras. Dus, ik heb ook nog een beetje gefilmd in Praag zelf. Hoe dat ik naar de Lego winkel ben gegaan en wat daar te zien was. Het gaat misschien een beetje snel in de video. Maar ik zou zeggen, geniet ervan. Wow. Zo, en als je van de video genoten hebt, ik zou zeggen, geef een likeje. En zoals onze buschauffeur zou zeggen, een kleine moeite, maar een groot plezier. Dat was dus Patrick, onze buschauffeur, waarmee we 12 uur heen en 12 uur terug hebben gereisd. Maar ja, ik zou dus zeggen, laat een like achter als je het leuk vond en dan zie ik u de volgende keer weer. Ciao!